Bent u tevreden met de beantwoording met betrekking tot de brief over de studentenhuisvesting en het dreigende faillissement? Nou, voor nu moeten we vooral even afwachten. Wat het college heeft gezegd is van nou, we kijken wat er nu landelijk gaat gebeuren. Want DUO heeft landelijk aangekaart dat de regelgeving die het kabinet gepland heeft voor studentenhuisvesters een groot probleem vormt. Op dit moment wordt daar door het kabinet ook opnieuw naar gekeken. En het college heeft gezegd, nou laten we dat eerst even afwachten. En heeft, kijk op het moment dat nu blijkt dat achteraf DUO toch niet tevreden is met de uitkomsten daarvan. Dan zullen we opnieuw het college vragen om daar wat aan te gaan doen. En het college heeft die mogelijkheid ook opengelaten. Ja, want u had gevraagd om een brandbrief te schrijven naar het kabinet. Van pas op, want dit gaat niet goed komen. Maar die brief gaat niet verstuurd worden, hè? Die brief gaat niet verstuurd worden. Het college heeft wel aangegeven dat ze zich ook zorgen maken. Op dit moment is DUO echter in actie gekomen en heeft het samen met andere studentenhuisvesters gelukkig al voor elkaar gekregen dat in Den Haag opnieuw gekeken gaat worden naar die maatregel. Want die maatregel betekende dat DUO, de verhuurder van studentenhuisvesting, veel minder inkomsten zou krijgen vanwege die 4% WOZ-waarde. Ja, het kabinet was voornemens om de huur te maximeren op 4,5% in de hoop dat dan de huur omhoog zouden kunnen. Alleen omdat studentenhuisvesting zo'n specifieke niche is, zijn die panden weinig waard. Waardoor 4,5% maximum zou betekenen dat de huren meer dan gehalveerd zouden worden. Nou, dat kan natuurlijk niet. Daar kan een organisatie niet van rondkomen. En dat zou wel heel vervelend uitpakken. Heeft u al met DUO contact hierover gehad? Nee, nog niet. Nee, maar we hebben wel gelezen dat op dit moment natuurlijk wordt overlegd. Ja. We willen eerst afwachten wat eruit komt. En mocht er nog steeds iets uitkomen wat voor DUO niet acceptabel is, dan komen we opnieuw in actie.